Lieve mensen, met Christel. Ik zal nog even vertellen hoe het afgelopen is met het vogeltje. Wij wachten dus hè, om 11 uur 's avonds. Ongeveer wanneer die dierenambulance zou komen om hem op te halen. Toestand was nog steeds hetzelfde. We hebben alleen een beetje water gegeven. Je mocht eigenlijk helemaal niks geven. Maar ik denk straks gaat hij dood of zo, hè? Dus we hebben toch wat water gegeven. Maar eigenlijk, omdat hij dus waarschijnlijk slachtoffer is van TDA, mag je dat niet. Ja, wij wisten dat ook niet natuurlijk. Je krijgt ook helemaal geen tips of zo. Maar goed, wij wachten 11 uur. Komt niks, hè? Denk ja, van de stik druk, zei ze. Dus oké, wij wachten 11:30. Nog niks. 12 uur, nog niks. Toen was het al 11:45. En toen zei ik tegen mijn man: van bel jij nog eens even op, hè? Hoe het zit, of ze nog komen. Eigenlijk wou ik al eerder dat hij me zou bellen, maar ja, hij wou niet bellen. En ja, ze zijn druk. Nou ja. Maar toen zei hij: ja, sorry. Het gaat niet door, het wordt morgen dan. En dan zal hij eerst op de lijst zetten. Hij wou een berichtje sturen, maar dat had hij dus niet gedaan. Ik denk, lekker, anders hadden we zitten wachten tot 1 uur en dan komt nog niks. Maar goed, nou zeiden we, zullen morgen om 9 uur gaan. Is de overdracht, dan zet ik hem eerst op de lijst. En toen was het 10 uur. En toen kwamen ze, hebben ze meegenomen. Ja, vermoeden van ook misschien wel een gebroken vleugeltje en iets met een pootje. Dus ik denk dat de ene kant, vleugeltje en pootje, het niet goed doen. Voor de rest, wou hij wel vliegen. Je merkte dat hij kracht had. Dus ja, hij is nou naar Doorwerth en daar zit een heel nieuw vogelziekenhuis met. Met allemaal zieke vogels. En ze hadden daar ook een duif. Hadden ze een pootje had gebroken. En die hebben ze ook opgeknapt daar. Dus ik hoop dat ze hem kunnen redden. Hè? Maar wat het aparte was, dat die man die had de telefoon niet uitgezet. En toen konden we meeluisteren. Want mijn man belde hem 7:30 op. Van kom eens nog. Maar ja, hij had gezegd dat we zouden komen. Maar hij vertrouwde daar straks zeker heel weer de hele dag te wachten op die mensen. Maar toen had hij ze uit bed gebeld. Ja, toen zei hij tegen zijn vrouw: ja, het is een duif en die zit er goed. En die mensen zitten maar te bellen. En ik had gezegd dat we niet meer kwamen. Maar dat had hij dus helemaal niet gedaan, hè? Dus hij had ons helemaal niet afgezegd. Hij zei: sorry dat ik het niet een bericht ben te sturen. Maar deze vrouw zei: ze wel had gemeld. Dat hoorden we allemaal. En dat zijn een beetje simpele mensen. En ze bellen ze constant op. En weet ik het allemaal. Dus ik zei tegen mijn man: oh, je bent simpel, joh. Maar waarschijnlijk was het dezelfde man. En dezelfde vrouw die ook misschien al echtpaarden dat werk doen. Dus ik had alleen gezegd, ik dacht misschien zijn het andere mensen. Maar hij zat een beetje te sniffelen. En ik zei tegen de vrouw: ja, wij zaten te wachten, een uur of 11. En ik zei: maar 12 uur, 11:45, nog niks gehoord. En geen één bericht. En toen, oh nee, zegt ze, was niet zo netjes en zo, weet ik veel. Toen zei mijn man: volgens mij is dat die kerel die aan de telefoon had. Maar ze wist niet dat mijn man er dus mee zat te luisteren nog steeds. Ik zei: hou je aan op, weet je wel, maar hij bleef maar luisteren. Nou ja, we waren simpel en weet ik het allemaal. En hij zit toch goed, die dat beest en weet ik het allemaal. Oké. Dus stiekem mee te luisteren. Maar goed, ik hoop dat het goed gaat met haar beest. Dat ze hem de vleugel kunnen maken en een poosje dat hij niet in hoeft te slapen. Ik hoop het echt. Ja, je hoort toch niks meer daarvan. Het is er wel een bezoekerscentrum bij, maar dat is namelijk ook gesloten.
Maar ja, dus ik hoef het ook eigenlijk niet te weten. Want als ze erin geslapen is, dan kon ik er helemaal niet van slapen. Ik kon vannacht ook eigenlijk niet slapen. Ik denk, straks ligt hij dood, weet je wel. Ja, ik ben te gevoelig voor dat dingen, voor zulke dingen waarschijnlijk. Maar goed, we gaan een soort, hoe is het met je geliefde, reading doen. Ik heb wat, een stuk of 5 kaarten. En is het wat je kan kiezen, is dit. De kikker met de mais. Klimt eigenlijk, ja, een soort van maisheusje. En een kikker die zit te denken met zijn poosje onder zijn hoofd. Dat zijn de twee kikkers die je kan kiezen. Kikkers zijn best wel favoriete dieren van mij. Niet dat ik een kikkerverzameling heb, want ik heb al verzamelingen zat. Wat dat betreft. Maar deze gaan nou aan de kringloop. Ik heb weg ermee. Goed, tot zometeen. Hallo, eerste groep. Nou, ik hoop dat je wilt liken, abonneren op mijn kanaal. Kijk hoe het met je geliefde gaat. Gebruik eens deze. Oh, er komt een nieuw leven aan. Ik zit ook als readingen van anderen te kijken. Hè? Buitenlandse meestal, Amerikaanse, Engelse. En altijd komt dat nieuwe leven heel vaak naar voren. Dus ja, heel apart. Nieuw leven dus, voor jou en jouw geliefde. Er komt wat uit het ei, hè. Alles gaat volgens een boekje. Alles gaat zoals het moet lopen eigenlijk. Wat nog meer? Moderation. Even kijken wat het inhoudt. Ik heb geen idee. Net zo'n moeilijk woord, hè? Ja, zelfcontrole hebben, in ieder geval in het leven. Oh ja, overeten, roken, drinken. Daar moet jouw geliefde voor uitkijken. Of te veel medicatie nemen, drugs, of te veel uitgeven. Te veel overdreven sporten, dat kan ook een verslaving zijn, blijkbaar. Of te veel koffie of suiker, noem maar op. Of gokken. Dus jouw geliefde moet daar een beetje ja, balans in vinden. Goed. Ja, er moeten ook dingen geheeld worden bij jouw geliefde. Ja, misschien wel alles wat er gebeurd is. Of een moment dat jouw geliefde misschien een beslissing neemt. Hè? Bijvoorbeeld zijn gezin achterlaat of zo. Dan moet dat wel de tijd hebben om te helen. Het is ook de bedoeling dat jouw geliefde de droom achterna gaat. Ik ga nog eentje van de eerste. Ga die doen nog. Hou het een beetje 3 bij 3. Goed, ja, komt in ieder geval een boodschap naar je toe. Boodschap in de fles. Kan een telefonische boodschap zijn. Ja, of een brief, of een kaart, of, ja, of een e-mail. Of een smsje. Kan van alles zijn. Komt in ieder geval een boodschap. Goed, wat nog meer? Wat nog meer voor deze groep? Ja, de situatie zit in impasse. Ja, jouw geliefde. En misschien jij hebt ook wel. Ja, dat het best een hoop energie kost allemaal. Deze situatie. Maar er zal weer passie en plezier zijn straks. Genieten van het leven.
misschien leuke dingen doen samen. Want er is wel helingstijd nodig natuurlijk, hè. Ja, het is een hele krappe weg, een smalle weg naar geluk. Misschien wel zo over dat ding heen hier, dat bruggetje. Best enge weg, moeilijke weg. Maar hij stijgt boven de toppen uit, hè. Soms is het mistig en dan weet jouw geliefde het waarschijnlijk niet goed. Dus voorzichtig ja, verder lopen, hè, moet jouw geliefde. Alles kan moeilijk zijn. Maar wat nog meer? Ja, omarm de flow van het leven. Dus jouw geliefde moet meegaan met de flow. Gaan over een tweeling. Ja, sterrenbeeld. Of jij. Last quarter moon in Leo. Een leeuw kan zijn. Jouw geliefde gaat zich steeds meer oplichten. Dus kom steeds meer in het licht te staan. Houd ook hier het licht in de hand, hè. Ja, jouw geliefde hebt steeds meer toegang in de situatie. Begrijpt de situatie waarschijnlijk veel beter. Maagd kan het zijn. Ziet ook alles veel beter nu. Heb alles door. Wat er nu afspeelt, hè? Dan pak ik nog even kijken wat jouw persoontje wil zeggen. Het gras was niet groener aan de andere kant. Ja, misschien ging jouw geliefde niet meer met je om en dacht misschien iemand anders geluk te vinden. Maar het was niet zo. Of misschien zit jouw geliefde in een situatie wat eigenlijk mooi lijkt, maar eigenlijk niet zo zal zijn als met jou, hè? Of was zoals met jou. Ja, ik hoop ja, dat het op Facebook heel mooi uitziet, maar ik vind mijn weg wel weer terug naar jou, zegt jouw geliefde. Dus ja, hij weet dat hij bij je hoort, hè. Hij wil de weg ook terugvinden. Jouw wegduwen doet mij ook pijn. Ik kan op dit moment niks anders. Ja, op het ogenblik ja, moet eerst wachten, misschien even helen in de situatie. Maar hij ziet het nou, hij beoordeelt deze situatie heel anders als eerst. Hij ziet nou echt de waarde van jou, hè? Ja, ik hou van jou, zegt jouw geliefde. Ik probeer te vergeten, maar begin met realiseren dat het zinloos is. Jij en ik zijn yin en yang. En dat moet ook in balans zijn, hè? Pak even nog wat voorwerpjes erbij. Ja, je geliefde heeft hartepijn, mist jou heel erg. Ja, hij weet dat jij, dit is chocola, dat je zoet bent, hè, dat je echt een lief persoon voor hem zou zijn, hè. Transformeren, jouw geliefde is aan het transformeren. Jouw geliefde wil ook liever zijn. Dan hebben we hier een babytje, misschien hebben jullie samen een babytje, dat kan, hè. Maar er komt een nieuw begin. Ja, de weegschaal komt in balans tussen jullie. En dan hebben we hier de ooievaar voor het nieuwe begin. Ja, er moeten wel keuzes gemaakt worden in de liefde. En het geeft natuurlijk ook verwarring. Het is ook wachten op divine timing. De klok.
Ja, er gebeuren natuurlijk ook allemaal stekelige dingen in het leven van jouw geliefde met de cactus. Want uiteindelijk komt daar die verzegeling van liefde, hè? Een liefdesring. Het kan een verloving zijn, trouwen. En ondertussen ja, het licht laten branden, hè? Dat jullie de weg naar elkaar kunnen vinden. Kijk, want jullie horen bij elkaar. Kijk, kussen, samenkomen. Ja, dat is het doel, hè? En je moet wachten dus op die boodschap waarschijnlijk van hem. Dat hij ja, misschien tot bezinning is gekomen. Hij weet, ja, ik hou van jou. Dat is met de ring erbij. Prachtig natuurlijk, hè? Ja, komt een nieuw begin, hè, met de ooievaar. En ja, ook geeft verwarring. Komt een nieuw begin tussen jullie. Goed, het was de eerste groep. Dankjewel voor het kijken. Vergeet dus niet te liken. En tot de volgende keer. Doei. Hallo, tweede groep. Welkom. Ik hoop dat je wil liken, abonneren op mijn kanaal. Laten we kijken wat de situatie is tussen jou en je geliefde. Blij en gelukkig. Tijd komt eraan. Misschien zit hij nou nog te denken van hoe krijg ik dat voor mekaar? Misschien is het een denken, maar blij en gelukkig. Ja, dat hij straks die sleutel vindt, hè? Dat op het ei past voor het nieuwe begin. Vrede, kijk, daar heb je alweer, ook weer een ei. Dus weer een nieuw begin en met blij en gelukkig. Vrede tussen jullie met de vredesduif. Tijd om te gaan. Ja, misschien moet hij iets achter zich laten. Of jij kan ook nog, hè? Maar tijd om te gaan uit een situatie. Laten we kijken. De volgende. Zeer positieve kaarten, moet ik zeggen. De andere was ook wel vrij positief. Ja, transformatie. Een nieuwe weg. Ja, hij reist eigenlijk op zoals een phoenix, hè. Een nieuw leven, een nieuw anders leven. Ja, misschien ben jij wel zijn leraar, hè. En hij is een leraar voor jou. Kom niet voor niks op elkaars pad. Jullie leren van elkaar. En ook al is er geen contact, dan is er toch via droom of via telepathie. Zijn jullie een baken voor elkaar, een baken van licht voor elkaar? Ja, soms komt er mist in het leven van deze persoon, in jouw leven waarschijnlijk ook, hè? Dan moet het even rustig aan gedaan worden. Even dat het niet te snel gaat, hè? Dus go slow, take time. Ja, en soms denk ik al nog meer tijd, hè. De fine timing moet soms ook nog uitspelen. Want soms denk ik, ik ben klaar. En hij denkt misschien, ik ben ook klaar. Maar dat is dan nog niet zo. En dan zijn jullie nog niet helemaal op één lijn. En dan moeten jullie even rustig aandoen. En dat kan heel frustrerend zijn, hè. Maar ja, dat hoort er allemaal bij deze. Maar ja, wereld waarin we nu leven en deze reis die jullie misschien samen maken. Ja, trots. Ja, trots mag niet in de weg staan in ieder geval. Maar je mag wel trots zijn wat jullie allemaal al bereikt hebben samen, hè? Love, partnership. Ja, die kikkers brengen echt wel geluk hier. Liefde en ja. Samen zijn, hè, met jouw geliefde. En het wordt gemanifesteerd. Hoe mooi is dat? Dat komt zomaar op jullie pad. Dus jullie zijn op weg naar manifestatie, hè, naar liefde, naar relatie. En jullie mogen trots zijn. Even rustig aan als er weer iets weer voorvalt, hè. Nog eentje. Goed,
Last quarter moon in tweelingen. Ja, wees helder van geest. Ja, het kan ook zijn dat je hoofd soms overloopt van jouw eergeliefde. Dus even de rust nemen, de natuur in, even weer rustig ademhalen, mediteren hier. Nieuw moon in leeuw, schijnen, shine. Ja, dan zie ik al die zonnebloemen staan hier. Hè. De leeuw is natuurlijk, hij kan leeuw zijn, jij kan leeuw zijn. Jullie mogen samen stralen over de wereld. Ja, als je samen bent, dan stralen jullie misschien al vanzelf heel veel liefde uit, heel veel blijdschap. Ik zag laatst een afbeelding van een zonnebloem en daar stonden alle zonnebloemen één kant op. En die andere stond net de andere kant op. Van het hele veld, hè? Van durf anders te zijn, hè? Net als een schaapje die de andere kant op loopt, niet met de kudde meeloopt, hè? Dat mogen jullie zijn. Ja, rustig blijven in deze situatie. Dit is schorpioen, hè? Dus ja, misschien reinigen, lekker als het een beetje weer is zwemmen. Ik heb het ook gedaan. Het was wel koud, maar het was al, voelde wel heerlijk. Dus ja, ga iets leuks doen, hè? Dat mag hij ook gaan doen, hè? Rustig blijven doorademen in deze misschien een hele moeilijke reis. Ik verlang net zoveel naar jou als jij naar mij. Ja, dat is, misschien dat hij dat niet laat blijken, hè, maar toch is het zo. Hè. En dan moet je in blijven geloven dat het ook zo is. Ik probeer te vergeten, maar begin te realiseren dat dit zinloos is. Ja, misschien dat hij probeert om misschien een relatie met iemand anders op te bouwen. Of, ja, in ieder geval door hard te werken jou te vergeten. Het heeft geen zin. Wat voor elkaar bestemd is, dan, dat komt terug, hè. Mijn hart zegt dat ik ervoor moet gaan. Ja, gaat hij luisteren naar zijn hart, hè? Ik hoop het van ganse harte. Soms heb ik het gevoel dat je bij mij bent, terwijl het niet kan. Het kan ook zijn dat hij dus jou al helemaal voor zich ziet als toekomstige vrouw, als geliefde. Het spijt me. Voor alles is gelopen tussen ons. Ja, verliefd, heeft spijt. Was liever misschien ook bij je gebleven. Ik weet dat je gelijk hebt. Ik had beter naar je moeten luisteren. Ja, misschien was hij stond eigenwijs. Zag hij het allemaal niet. Wou het niet zien. Ja, deed het misschien over liegen. Ja. Maar hij moet naar hart moeten luisteren naar je, zegt hij. Ga even wat voorwerpen erbij pakken. Zo, ook de ring. Ja, hij wil echt een hele mooie verbintenis met jou. Misschien wat trouwen. Ja, het is eigenlijk dat het universum graag wil. Hè. Dit is eigenlijk het oordeel. Dat jullie samenkomen. Ja, de wegenwachter is hulp onderweg. Hij wil je aan de haak slaan met dat hengeltje. Misschien vist hij ook wel. Ja, die hebben die, die phoenix, hè, die uit de as verrijst. Ja, ei, nieuw begin. Was dat hier ook allemaal niet, het ei? Of was het bij de vorige groep? Ja hoor, de eieren. Hier zijn ook de eieren dus, hè. Een nieuw begin met het ei. Ja, hij wil, misschien is hij een boogschutter. Hij wil raakschieten in de liefde. Hij wil kapitein worden over zijn eigen schip. Hij wil die beker komen brengen, die liefdesbeker. Ook al zijn er stekelige dingen aan de hand in zijn leven, gaat het niet zo makkelijk. Maar hij wil uiteindelijk bij die regenboog komen, hè, met jou. Ja, zich bevrijden uit dat kooitje waar die in zit.
Hij moet misschien meer fruit eten. Hij wil niet, eigenlijk niet meer luisteren naar mensen die zeggen van, je moet het zo en zo doen. Hij voelt zich soms klein, maar hij wil toch grote stappen zetten. Klein duimpje. Ja, misschien is hij wel gewond geraakt van alles, zijn geestelijke, lichamelijk, veel klachten, misschien van deze relatie. Maar hij wil sterk zijn, hij wil sterk zijn, de leeuw, en hij wil de sprong wagen naar jou toe, voor het nieuwe begin. Want hij wil ook die vrede voelen, hè, met jou. Hij wil ook niet meer in die angst zitten en dat, die onrust, hij wil echt gelukkig zijn nu met jou. Goed, dat was deze groep. Ik hoop dat je het leuk vindt. Vergeet dus niet te liken, te abonneren en te delen misschien. Doei!